Hey, hallo, Sander van Eurogamer Benelux hier met week 10 van de Fortnite Weekly Challenges. Alweer de laatste reeks van seizoen 4. Ben jij ook zo benieuwd wat seizoen 5 gaat inhouden? Gaat de lucht breken en komen we erachter dat we al die tijd in een glazen bel hebben gevochten? Abonneer op het kanaal, druk op die notificatiebel en we komen er samen achter. Goed, deze week mag je je frustraties botvieren op de bouwsels van een ander. In totaal moet je 5000 punten schade doen aan muren, schansen en andere bouwwerken. Je moet ook 10 vijanden doden. Als het goed is was je daar toch al mee bezig, dus heel lastig moet dat niet worden. Probeer vooral 2 vliegen in 1 klap te slaan door de kills in Fatal Fields te maken, want daar moet je deze week 3 tegenstanders neerknallen. Deze week moet je de chests in Junk Junction openen. Kijk ook vooral buiten de muren van deze kleine sloperij, want daar ligt ook vaak wel eens iets. Hou je ogen goed open, want deze week moet je ook een chest, een ammo box en een supply drop doorzoeken in 1 match. Naast die barst in de lucht hangen er deze week ook weer ringen waardoor je moet skydiven. Je moet er dit keer 20 hebben, dus probeer een cluster te vinden, dan ben je er sneller vanaf. Als laatste weer een treasure map en deze week bevindt die zich tussen 3 filmtitels in. Het is wat meer speurwerk dan normaal, maar als je geen zin hebt om te zoeken, zie je hier waar je hem kunt vinden. Dat was het weer, een relatief eenvoudige week voor challenges. Kijk je uit naar seizoen 5? Laat het ons weten in de reacties. En dan zien we jullie de volgende week weer. Ajus!